Nou, daar gaan we. Mooie geluiden ook. Zo'n ASMR video. Ja, toch? Maar dat klinkt zo goed. Ja, nu dat ik dat heb gezegd, ben ik zo super bewust van de geluiden. Nee, maar vooral die It sounds like sparkles. Bubbles and sparkles. Ik had echt niet verwacht dat het podium zo mooi zou zijn. Toen je zei dat je een podium had. Nee, ik ook niet. Ja, ik had er al een tijdje over. En ik zal zo het verhaal een beetje vertellen. Maar laten we eerst vooral even... Cheers. Cheers. Nou, dankjewel Daan dat je ons hebt uitgenodigd. Ja. Oh, lekker. Zeker lekker. Ja, als eerste heb ik Darina. Dat is wel een mooi verhaal, want Darina, jij kwam ooit binnen bij de Performance Bar, denk ik, als gast als eerste. Ja. En je was meteen enthousiast. Kun je daar iets over vertellen, wat er toen met je gebeurde? Ja, een vriend van mij, laten we hem Henk noemen, omdat het zijn naam is. Hij zei van, ja, ik heb het vreemds gevonden, zo'n kerstshow in een performance bar, kom je mee? En ja, ik was toen meegekomen. Het was die avond waar het, je had meerdere acts, zeg maar, en de publiek was betrokken. En het was zo super absurd en leuk en de mensen waren gewoon zo open, zeg maar, je kon met iedereen praten en ik vond het heel leuk. Ik heb het idee dat ik tot 4 uur 's nachts daar was gebleven, maar het gaat altijd om 2 uur 's nachts dicht. Maar ik heb het idee dat ik super laat daar was gebleven. Ik was zo enthousiast, ik kwam naar huis, mijn vriend was al in bed en ik zei van... Word wakker, zeg maar, ik moet je alles vertellen wat ik vandaag heb gezien, want anders vergeet ik het. En toen kwam ik weer en ik heb toen ook iemand gevraagd van... Ik wil betrokken zijn, ik wil hier iets mee doen, mm-hmm. want... Wat kan ik doen? Want het was gewoon zo'n happy place. En ja, iemand zei van, nou, je moet dat e-mailadres mailen. En ja, kan heel vrijwilliger worden. Dat is wel echt wat de performance bar losmaakt, hè, bij mensen. Zeg maar, dat ze daar komen en dan denken, wow, dat is zo vet. En dan, ja. Dat is niet de eerste keer, toch? Dat zoiets gebeurt. Nee, zeker. Ja. En dit is trouwens voor de luisteraars Iris Lam. Iris, misschien kan jij je ook even kort voorstellen. Ik wil zo nog wel even verder op jou verhaal, maar Iris, vertel even, hoe ben jij hier zo terecht gekomen? Wat doe jij? Nou, ik heb jou leren kennen tijdens de Liquid Love. Misschien is het leuk om te vertellen wat de Liquid Love is. Liquid Love was tijdens een erotisch feest. En Liquid Love is dat iedereen, ongeveer 20 mensen was dat toen, geblinddoekt wordt en over elkaar gaat glibberen in olijfolie. Olijfolie? En naakt. Oh, naakt. Dat is ook een belangrijk detail. Ja. Iedereen is naakt. Maar het was dus niet de bedoeling dat we over zouden gaan in seksuele handelingen, maar het moest een soort... Het moest erotisch zijn, niet, of sensueel, niet seksueel. Ja, ja, erotisch onderzoekend, kunnen we het zo noemen? Ja. Het was gewoon heel, ja, we waren gewoon over elkaar aan het glibberen. Maar ik weet dus eigenlijk niet of ik toen al heel erg met jou heb geglibberd, omdat we dus geblinderd waren. Ja, ik heb dus op een of andere manier heb ik daar nog wel eens over nagedacht en ik heb toch het idee van wel. Ik heb het idee dat wij een soort intens moment hebben gehad. Ja, dat zou wel kunnen. Maar ja, goed. Ja, dat weten we niet. En misschien komt dat... Ja, misschien maar komt dat waarom zeg je dat? Want dat vind ik interessant. Denk je dan een energie te herkennen? Nee, ik denk eerder iets van krullen of zo. Oh, oké. Okay. Maar toen had ik heel kort haar. Dus... Oh, ja. Ik weet het dus ook niet meer. Maar ik denk van ja, er moet toch iets zijn wat in mijn onbewustzijn... Ja, zeker. Of gewoon dat ik je nu aardig vind en dat ik denk, ja... Wij hebben vast geglibberd. We hebben vast geglibberd. We hebben sowieso geglibberd. Ja. Ja, dat was heel bijzonder en ik weet ook nog dat ik de hoogste BPS had. Ja. BPS? Ja, op een gegeven moment mochten we zeg maar over elkaars, ging iedereen een rijtje liggen en dan gingen over elkaars billen ging een soort surfen. Dat was aan het einde, ja. En ik was billen per seconde. Billen per seconde.
Ik was het snelst, dus... Maar was het een voorgeplande activiteit? Of was het ontstaan? Oh, okay. Nee, het hoorde erbij. Zat maar deed je dat ook geblinddoekt? Nee, dat was aan het einde. Toen had iedereen zijn blinddoek al. Ik wou zeggen. Maar nog even kort, Iris. Wat is jouw kunstconnectie? Ik maak illustraties. En ik schrijf. En ik maak ook animaties. En op dit moment werk ik aan een animatiedocumentaire voor kinderen over rouwen. Ik onderzoek vaak dingen die in de maatschappij worden gezien als normaal of juist als abnormaal. En dan ga ik die onderzoeken of ik daarmee eens ben. Meestal ben ik het daar niet mee eens. Dus dan heb ik bijvoorbeeld ben ik een tijdje sekstelefonist geweest. En heb ik even escortwerk gedaan. En zo onderzoek ik allerlei taboes. Ja. En nu de dood. En nu de dood, ja. Ja, dat vind ik wel. Want we hadden het dus over een thema voor deze eerste avond. En jij vroeg eigenlijk, heb je een thema? Toen dacht ik, nou weet ik niet. Maar jij was dus met rouw bezig en ik zit eigenlijk in een rouwproces. Ja. Dus ik dacht, het thema van vanavond is verlies. Ik dacht, dat is net iets breder nog als rouw. Dus dan kunnen we het ook... straks over hebben, wat dat voor ons betekent. Maar misschien is het goed om even het rondje af te maken. Janna, ik weet niet eens precies hoe ik jouw achternaam moet uitspreken. Nou, luister en huiver. Nee, Tomiyama. Tomiyama. Ja, eigenlijk heel simpel. Ja, en dat is een bijzondere achternaam, want jouw vader komt uit... Japan. En je moeder komt uit... Limburg. Je kan niet zeggen Nederland, want het is toch wel echt Limburg. Ja. En als je het over your artistic weapons of choice hebt, hoe zou jij jezelf beschrijven als kunstenaar? Welke... Om een ervaring te creëren. Dus ik denk vooral in ervaring en hoe ik een bepaald gevoel misschien wil overbrengen. En dat kan in verschillende multidisciplinaire mediums zijn. Maar de laatste tijd vind ik het wel heel fijn om te schrijven eigenlijk. Ja, ik wil nog heel even terug naar jou, Darina. Want je hebt vanavond een coming out. Yes. Ja, hoe heb jij een coming out? Het is de eerste keer dat ik mensen die ik nog niet ken, hopelijk blij maak met mijn food storytelling. Oh, wow. Of zo. Je gaat 9 gangen doen? Ja. Wauw. Maar ik moest op een bepaald moment stoppen. Ik vind het belangrijk dat er een soort van verhaallijn in zit. Dat ik niet zomaar iets doe, maar dat het dan een bepaalde thema of doel hangt. Dus ik... vermaak me met het idee van gastrophysics de laatste tijd. Dat is een soort van aftakking van de wetenschap die bestudeert wat voor allemaal verschillende dingen, hoe ze jouw ervaring van smaak beïnvloeden. Maar dat wilde ik verkennen en in combinatie met dingen die ik gewoon leuk vind. Waarom? Ja, verlies. Dat is het thema van vanavond. Ja, en ik ben dus zelf mijn zusje verloren. Dat is net iets meer dan een maand geleden. En wauw. Dat is voor het eerst in mijn leven dat iemand die echt zo, gewoon echt een naaste familielid is overleden. En dat het ook nog mijn jongere zusje is. Schelen ongeveer 2 jaar. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En nu ik dit heb meegemaakt, realiseer ik me ook hoe dichtbij verlies is op elk moment. En dat vind ik ergens voelt het een beetje alsof er een soort oogkleppen zijn opengegaan ook. Zo van wauw. Dit is eigenlijk hoe het leven is, bedoel je zo? Dit is heel erg essentieel voor het leven en misschien ook wel heel erg nuttig om te leven met de wetenschap dat wij... Mortals zijn.
Ja, en dat wij ook heel de tijd aan dealen zijn met verlies. Bijvoorbeeld ook door te ontkennen. Want ontkenning is eigenlijk bevestiging, zou je kunnen zeggen, als het om verlies gaat. Wat bedoel je daarmee? Waarom zou ontkenning van verlies bevestiging zijn? Omdat je iets moet... Je kan iets alleen maar ontkennen op het moment dat je eigenlijk weet dat het er is. En ik denk dat wij heel erg biologisch, genetisch voorbereid zijn op de dood. Dat het heel erg aanwezig is. Alleen dat we daar door middel van sociale constructies omheen leven. In ieder geval in het land en op de plek waar ik leef. Want ik denk ook dat er misschien andere culturen zijn waar daar heel anders mee om wordt gegaan. Dat is misschien wel interessant om naar jou, Jana, te vragen. Want jij hebt natuurlijk in Japan roet. Ja, ik kan hier wel meteen op inhaken. Want in die zin delen Daan en ik dat verlies. Ik ben mijn broertje verloren. Mijn broertje is heen gegaan. Bijna nu vier jaar geleden. Deze maand, 28 december, is zijn sterfdag. En wat mij heel erg is opgevallen, en het heeft me ook heel erg boos gemaakt, maar dat komt ook doordat ik dus iets twee kanten in mij heb, dus Japans en Nederlands, waarbij Japan zou je kunnen benoemen tot het meest ritualistische land ter wereld. En Holland is voor mij ongeveer het meest onritualistische land ter wereld. En wat mij boos maakte hier was, hier met overlijden is er vrijwel geen houvast. De rituelen kunnen houvast geven tot, in Japan is het heel duidelijk wat je doet. Iedereen doet daarin hetzelfde, maar daarin is juist ook vrijheid te vinden en veiligheid en dus een houvast. En hier zie ik vaak om mij heen dat mensen niet zo goed met verlies kunnen denken en vaak dus in een ontkenningsmode kunnen komen, doordat ze niet zo goed weten wat ze moeten doen en dan maar het wiel zelf gaan uitvinden of iets wat... Aan de ene kant ook wel vind ik het heel erg pasbenend in de progressieve zin. Dat het ook wel iets moois kan zijn. Maar wat mij boos maakte was het stukje dat mensen incapabel waren op bepaalde manieren om ermee te kunnen dealen. Mm. En hoe erg ik het miste dat het iets... Want ik ben iemand die heel vrijuit over de dood kan praten. En dat is binnen mijn familie is dat altijd heel normaal geweest en gewoon een onderdeel van het leven. In Japan is de dood ook een onderdeel van het dagelijks leven. En hoe erg dat hier niet is en dat er zo'n taboe op ligt. Hoe is het onderdeel van het dagelijks leven? Het zit in alles. It's echt inhabited. Het is zo gesookt in alles. Ten eerste heb je een altaar in het huis. In elk huis in Japan heeft een altaar waarin je je voorouders eert. Yeah. En daar eigenlijk is het gebruikelijk, en dat doen we binnen mijn familie dus ook, dat je elke dag een offering brengt. En voor hun bid, of naar hun bid. En verder is het ook echt intertwined in alles. In het eten, in de complete cultuur. Ik herken wel... De kracht van het ritueel ook, want ja, misschien heb ik dan heel veel gemist omdat ik dan hier in Nederland in deze cultuur zit. Mm. Maar ik merkte wel al dat alleen al het samenkomen om een begrafenis, een crematie te bespreken en daarmee bezig zijn, iets voor te bereiden voor die crematie, dat me eigenlijk al heel erg op weg geholpen heeft in het rouwen. Mm-hmm. En... Ja, het is ook een beetje raar dat, dat het ook dan weer meteen na zo'n crematie ook weer stopt of zo. Mm-hmm. Mm-hmm. Zo zou zo'n altaartje wel fijn zijn misschien. Ja, en ik heb hier natuurlijk nu, want we zitten nu bij de open haard, zeg maar. En ik heb daar op de schors en mantel heb ik dan als het ware een soort mini-altaartje. Ik heb hier de kaart van mijn zus van de overlijden.
En ook, ik heb een speeldoosje hier en soms dan... En ik raak er ook gelijk door geëmotioneerd, omdat ik gewoon, als ik dit hoor, dan hoor ik eigenlijk door de oren van mijn zusje, zo voelt dat. Het was haar speeldoos? Ja, dit is van een, dit moet zij op een vakantie in Griekenland gekocht hebben en om daar, ja. Ik vind hem ook heel mooi. Hij is ook heel mooi, hè? Ja. Ja, ik schiet gewoon gelijk vol, dus... Ja. Daarmee, ja, maak ik dan een beetje mijn eigen rituelen of zo. En dan ben ik blij dat ik mezelf ook toesta om dat te doen. Maar ik zie ook bijvoorbeeld al bij andere mensen in mijn familie dat ze niet die... Dat is misschien omdat ik vanuit de artistieke wereld denk. Maar toch al het artistieke ritueel eigenlijk al een soort van heb omarmd. Maar ja... Ja, er rust bijna een taboe op, zou je zeggen. Mm-hmm. Ja, want ik heb heel erg gemerkt dat het ook raar gevonden kan worden. Of dat het... ik deed bijvoorbeeld verschillende rituelen en dat... Ik zal even geen namen noemen, omdat dat privé is. Maar dat hele mensen die heel dichtbij stonden... toch dachten dat ik misschien gek was geworden. Of, moet je dit nou doen? Maar omdat ik zag dat het hun zo ongemakkelijk maakte... dat ze er niet zo goed mee konden omgaan. En dachten... Mm. En het maar dus bestempelde als van... Oh, gaat het wel goed met Jana? Of is dit nu wel het juiste? Toen en wat voor ritueel was dat? Wat je doet? Nou, verschillende. Bijvoorbeeld... Ik was heel veel aan het bidden in het begin. Heel veel bidden. En, maar daar had ik dan ook een altaartje bij en een heel ding bij. En mantra's die ik zong. En ja, nu is dat wel iets normaler geworden, mantra's zingen. Maar nou ja, het is nog maar 4 jaar geleden. Maar toen was dat echt nog wel raarder. Als je de hele tijd hetzelfde zegt, dan kunnen mensen... snel denken van, yo, die is helemaal koekoek. Mm-hmm. Ja, omdat het niet gebruikelijk is, omdat het niet gewoon is. En wat zeiden ze dan tegen jou? Nou, dat ze me vroegen van, oh, gaat het wel goed? Of is dit nu wel wat je moet doen? Helpt het jou? Of, en het was ook wel interesse hoor, maar ook wel... Of ook iemand die gewoon echt een beetje boos is. Nee, je moet dat ik het anders moest doen. Dat dit niet de weg was. Ja, dat kon diegene ook niet helemaal vertellen, maar ja, dus ik ben blij om te horen dat jij je wel durft, ruimte durft te geven aan jouw eigen ritueel. Ja, ten dele, hè, want ik voel ook wel, weet je wat, het feit dat ik ineens zo vol schiet van zo'n speeldoosje, dat geeft wel aan dat die emotie wel echt eronder sluimert en dat ik toch het grootste gedeelte van de dag niet echt... daar ruimte voor nemen of zo. Ja. Misschien zou ik dit iedere dag wel als het ware moeten doen. En ook wat jij zegt over zingen. Over geluid maken. Ik heb ook gewoon momenten gehad dat ik dan moest huilen en muziek hoorde. En als het ware een soort van ging meezingen. En ineens voelde dat er een soort oerdrang in me zat om een soort klaagzang te doen. Mm-hmm, mm-hmm. En dat ik dat dan ook wel toestond. Want ik ben alleen in huis. Maar dan dacht ik ook al van wow. Als ik nu met een partner was geweest of zo, dan had ik dat alweer, had ik dat waarschijnlijk gewoon ingeslikt. Mm-hmm, mm-hmm. Hoe is dat voor jou, Darina? Speelt verlies op dit moment een belangrijke rol in jouw leven? Ja, eigenlijk helemaal niet. Ik heb eigenlijk de dood van iemand, van een naaste, nooit meegemaakt. Dus voor mij is het vooral luisteren en vragen stellen. Maar dan vraag ik me wel, want wij zitten dan in deze situatie, zou ik maar zeggen. En ik weet niet hoe dat voor jou is, Iris. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij dan nu verlies of zo'n naastdood voor je ziet. Maar ik kan me voorstellen, dat is natuurlijk nog best wel abstract of iets. Wat behelst de dood nu voor jou, nu je niet per se een
een dichte dood hebt meegemaakt. Wat betekent het misschien nu voor jou als je het zou moeten omschrijven? Ja, ik vind het zelf ZTD heel eng. Ik zeg maar, nu dat jij dit hebt verteld, voel ik van pijn en trilling binnen me. En ik heb tranen in mijn ogen. En dat komt onder andere omdat ik de onbekendheid van wat dood zou inhouden zo eng vind. Ja, af en toe denk ik ook, zeg maar, de persoon die alles voor mij nu is, is mijn, ja, ik noem hem mijn vriend, maar het is eigenlijk mijn man. Maar het klinkt alsof ik zo oud ben als ik hem mijn man noem. Elke keer als ik erover nadenk, nou, wat zou er gebeuren als hij nog een keer dan tijdens het klussen van de trap afvalt alweer of zo. Dan moet ik ook bijna elke keer gewoon gaan huilen, omdat ik... Ik denk dat ik helemaal niet bereid ben voor het verlies van een naaste of iemand die voor mij belangrijk is. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want volgens mij, want wat is jouw afkomst? Ik ben Oekraïens. Helemaal of half? Of... Helemaal. En... Voor zover dat ik het weet. ja, precies. Nou, ja, waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, hoe dat misschien komt. Dus ben je Oekraïens opgevoed? Ja, ik heb tot mijn 21ste daar gewoond. Wauw. Toen huisde ik hier naartoe. Oh, wauw. Nee, ja, Nederlands is super goed aan. Merci. ik ben wel benieuwd hoe, als je zou moeten omschrijven, hoe in Oekraïne ze met de dood omgaan. Kan je dat beschrijven? Of? Grappig, ik weet het ook niet precies. Mm-hmm. Ja, ik ben één keer op een begrafenis geweest, maar toen was ik ook iets te klein. Die hele ervaring zat vol met allerlei, superstitions, mm-hmm. bijgeloven of zo. Maar de hele cultuur zit daar vol mee. Waarschijnlijk omdat geloof verboden was tijdens de Sovjet-Unie, dus je ontwikkelt je eigen soort van mini-ritueeltjes. Mm-hmm. Je moet niet onder een ladder lopen. Of, je mag niet naar een lijk door het raam heen kijken, wat super vreemd klinkt, maar dat is me bijgebleven omdat ik... Dus het was je mag niet door, nog een keer zo. Naar het lijk door het raam heen kijken. Een oma van iemand die een relative van mij is, zij was dood. En ik heb toen haar gezien door het raam heen. Ik vond het toen zo heel erg. Het was ook een beetje geel of zo. Wat is het bijgeloof wat daar, als je dat wel doet, wat zou je doen? Ja, er gebeurt iets ergs. Er gebeurt altijd iets ergs als je niet volgens de regels leeft. Okay. Oh shit, maar was je toen heel bang daarna? Dat herinner ik me niet, maar ik kan me voorstellen van wel. Het is een soort van, die angst, die soort van sluimert, als dat gevoel dat je beschrijft. Yeah. Het feit dat je dat soort dingen nog kan herinneren zegt wel genoeg, denk ik. Toch? Ja, dat wel. Daarna heb je een soort van, dat was een, laten we het lunch noemen, maar toen waren we in een soort van kantine met z'n allen. En ik vond het dan ook raar dat we alleen maar lepels hadden, want je mag niet met een vork en mes eten, want dat is ook een bijgeloof. En ik zei gewoon een aardappelpuree. Ik vind het heel interessant, al die superstitions. Maar goed, dat is een ander onderwerp, maar alleen met lepel eten. Ja, wat ik dus ook interessant vind, wat ik eigenlijk net al probeerde aan te stippen, is dat we dus graag in de illusie leven dat we niet veel met sterfelijkheid bezig zijn, terwijl het misschien wel juist heel erg zijn. En dan is mijn vraag, moeten we niet daar veel bewuster mee omgaan? Zou je niet iedere dag gewoon eventjes die confrontatie met de dood moeten aangaan om je daarna gewoon vrij te kunnen bewegen en te denken, ja, vandaag ga ik de dag weer in, genietend van het leven. Ja, dat een soort vrijheid kan geven. Ja, dat denk ik dus wel. Dat was denk ik ook een van mijn... Ja, ik was toen gewoon sowieso boos, omdat ik was boos op de maatschappij, vanwege mijn broertjes dood. Er waren talloze... gedachtes, gevoelens die loskwamen, maar ook deze, omdat ik zeker, ik ben er in ieder geval ook van overtuigd dat juist
de wetenschap en vooral het bewustzijn van mortality je kan leiden tot inderdaad een bevrijding en dat je able kan maken om juist inderdaad te kunnen genieten in plaats van een soort van rare druk die steeds op je hangt. Ja, en ook om je meer dankbaar te maken, denk ik. Meer dankbaar voor wat je hebt. Ja. Ja, dat gebrek. Dat waar wel als het ware, het is bijna een soort krater waar je omheen leeft of zo. In plaats van dat je de krater aan ziet voor wat het is en daarmee dealt, dat je gewoon de hele tijd doet alsof het er niet is. En dan heb je inderdaad die extra auto nodig en dan heb je die... Ja, ik denk dat is ook, dan herken ik weer de ontkenning wat je zegt. Heel vaak, of in die tijd voelde het voor mij inderdaad als dat mensen de dood ontkenden of zo op een bepaalde manier. En, en wat ik ook net bedoelde met wat ik aanhaalde met die rituelen en zo, is het gek vonden dat ik zo oké was met de dood. Mm. Toen ik dacht van, ja maar, de hele tijd gaan mensen dood. En wij, als er één ding zeker is, dat wij allemaal doodgaan. Ook omdat er denk ik de connotatie aan ligt van dat je dan misschien depressief bent of zo. Of dat het iets zwaars is. Of dat het, dat het zwaar moet zijn. Terwijl ik denk juist als je er meer mee bezig kan zijn. Mm-hmm. Dat het juist iets lichts kan zijn. Dat het helemaal niet een zwaarte of een angst hoeft te zijn. Ja, ik wil wat dat betreft even een bruggetje maken. Naar Iris, want Iris, jij bent wel iets aan het doen wat mogelijk daaraan bijdraagt, wat verlies meer bespreekbaar maakt. Kun je vertellen wat je aan het doen bent en waarom? Het komt vanuit mijn fascinatie voor het taboe rondom de dood komt vanuit een persoonlijke ervaring in een hospice. Ik was uitgenodigd door een vriendin om naar haar moeder te komen die in een hospice lag. Zij zou snel sterven. Maar ik kende die moeder eigenlijk amper. En een hospice eventjes? Een hospice is een plek waar je naartoe gaat als je nog maar 3 maanden te leven hebt. Dus dan hoef je thuis niet verzorgd te worden, dan word je daar verzorgd. Dus dat haalt zorg weg bij de familie, zeg maar. Dus dan heb je de tijd om afscheid te nemen en dan ben je niet bezig met zorgen. Ja. Ik was dus uitgenodigd door haar om daar langs te komen. Ze had het een soort van casual gezegd, ja, als je wil kan je langskomen. En ik dacht toen van maar het is niet echt mijn verdriet of zo. Want moet ik daar dan wel langs gaan? Want ik ken die moeder eigenlijk amper. En toen had ik mijn eigen moeder gebeld en gezegd van ja, ze heeft me uitgenodigd, moet ik daar dan mee? En toen zei ze van ja, het enige wat je moet doen is er gewoon te zijn voor haar. Dus ga er gewoon naartoe en je hoeft daar niet echt iets te doen of zo, je bent er gewoon. En toen ging ik en toen, het was zo'n mooie ervaring, zeg maar. Het was zo'n rustige, kalme sfeer en iedereen, het leek allemaal zo vredig. Ja, en ik ging dus ook nadenken over wat ik nou belangrijk vond in mijn eigen leven en zo. Mm. Zeg maar, dat ik dacht van, ik zit me zorgen te maken over allerlei bullshit en het kan gewoon elk moment voorbij zijn. En ik dacht ook van, hoezo was ik hier zo awkward over, zeg maar. Dat ik dacht van, hoezo, wat is dat nou weer in mij dat ik dat zo moeilijk vond om daar een beslissing over te nemen of ik zou gaan of niet. En toen ben ik daar een beetje onderzoek naar gaan doen. Ook wat dat. En het blijkt dus een ding te zijn gewoon in onze maatschappij. In de Nederlandse maatschappij, de westerse maatschappij. Dat we gewoon niet meer gewend zijn aan afscheid nemen en dode mensen en rouwen en lijken. En dat is gewoon allemaal zo weggepoetst uit onze samenleving dat we daar zo. Dat daar gewoon niet meer normaal over kunnen praten met elkaar. En mensen in het bijzijn van iemand die stervende is ongemakkelijk worden. En mensen die in het bijzijn van nabestaanden ongemakkelijk worden. En dat zorgt dus ook voor een eenzaamheid in mensen die stervende zijn, zeg maar. En ook eenzaamheid voor nabestaanden die met het proces bezig zijn. En
dan niet, ja, zeg maar, wat jij net had, dat je het moeilijk vindt om te vragen hoe het gaat met dame, omdat zijn zusje net is overleden, dat hebben mensen, ja. Dat hebben mensen in Nederland dus heel vaak, zeg maar, van ja, ik weet niet of die het erover wil hebben, maar ja, waarom zou je dat niet vragen? Omdat het is er, dus wat je zegt, zeg maar, dat ontkennen is het erkennen van, wat zei je? Dat er is. Dat het er is, ja, het, ja, inderdaad. Ontkennen is eigenlijk het bevestigen. Het van. Bevestigen, ja. Ja. En toen ben ik ook filosofen gaan lezen. Er zijn dus verschillende filosofen die ook zeggen van, als je af en toe denkt aan je dood, dan ga je het leven meer waarderen en dan ga je meer keuzes maken die ertoe doen. Dus eigenlijk is het best wel jammer dat we in Nederland zo weinig nadenken over de dood. En dat we zo weinig stilstaan bij onze eigen sterfelijkheid. En dat zie je nu ook weer met de corona, zeg maar. Dat iedereen super verontwaardigd is over dat er mensen doodgaan. Terwijl ja, mensen gaan gewoon dood. Ja, dus van daaruit kwam ik er ook achter dat het met kinderen praten over de dood helemaal slecht geregeld is in Nederland. Dat de kinderen dus proberen te beschermen voor alles rondom de dood. Dus dat zorgt er dan voor dat kinderen niet bij de crematie mogen of bij de begrafenis mogen zijn. En ja, dat is gewoon heel slecht voor die kinderen, omdat zo wordt een taboe gemaakt. Nou ja, en zo wordt het trauma gecreëerd. Omdat ik sprak een jongetje voor de korte documentaire die ik ga maken. En hij vertelde over, of hij had zijn opa verloren een paar jaar geleden en hij is 11 jaar. En hij mocht toen van zijn ouders niet bij de crematie zijn. Bij zeg maar, het moment dat zijn opa in de oven ging. En dat is een ontzettend goede band met zijn opa. En hij is super boos geworden toen op zijn ouders. Want ik wilde gewoon bij zijn, maar dat mocht niet. En toen uiteindelijk is hij dus... hij was eerst heel boos op zijn vader en moeder. Maar toen later ging hij het zichzelf kwalijk nemen. Omdat hij gewoon het gevoel had van... opa was er ook altijd voor mij, maar dan was ik er niet voor hem. Dat zei hij letterlijk. En... hij is toen super angstig geworden en heeft allemaal nachtmerries gekregen over zijn opa. Mm. En toen uiteindelijk moest hij dus in therapie daarvoor. En ja, dat had dus, denk ik, best voorkomen kunnen worden als zijn ouders hem gewoon hadden betrokken daarbij. En als het gewoon genormaliseerd was, want het hoort gewoon bij het leven. En wat je zegt over andere culturen, dat klopt dus ook heel erg, want er zijn... Wat ik heel bijzonder vond was de Toraja in Indonesië. Dat had ik gezien in een documentaire van Lieve Bankar, heet zij. En dat zij geloven dat je pas gestorven bent als het lichaam is begraven. Maar zo'n begrafenis is heel duur, omdat er dus allerlei stieren geslacht moeten worden om de overledene een goede plek in het hiernamaals te geven. Dus dat is echt, dat duurt soms 5 jaar. En al die tijd ligt dat lijk in het huis. Opgebaard. Maar met allerlei chemicaliën, zodat het niet te erg gaat stinken en zo. Maar die kinderen die zijn gewoon met dat lijk aan het spelen. En ze geloven dus dat de persoon nog ziek is. Dus er wordt ook tegen gepraat en zo. En dat lijk krijgt 3 maaltijden per dag. En, ja, maar het is niet zo dat die kinderen daar dan getraumatiseerd van raken of zo. Omdat er gewoon normaal over wordt gedaan. Dus gewoon, ja, dat is gewoon opa, die ligt daar gewoon. Maar dat is wat de trauma lijkt te creëren, heb ik begrepen van de therapeuten. Zeg maar, als je gewoon normaal doet, dan is dat normaal. Maar op het moment, zeg maar, kinderen die dan, potloodventer? Ja. Ja, zeg maar, op straat zien, ja, dat is natuurlijk... Ja, vervelend. Ja. Maar als de ouder zeg maar overreacten daarover, dan kan je een veel grotere trauma daarvan krijgen. Dan ze zeggen, nou, dit was even, ja, zo hoort het niet, dit was raar. Ik weet niet hoe dit gesprek met een kind aangaat. Maar als je zeg maar zelf gaat stressen erover als ouder, word je als kind dus getraumatiseerd door die reactie. Omdat je dan begrijpt, oh shit, er is echt iets ernstigs gebeurd. Ik moet...
in paniek raken. En, ja, en is dat dan dus uiteindelijk jouw doel ook om het... Ja, want ik maak een documentaire voor kinderen, maar eigenlijk gaat het over die volwassenen. Want die volwassenen die zijn krampachtig. En met kinderen kan je echt prima praten over de dood. Maar die het zijn de volwassenen die zo gaan tiptoeën en dat is gewoon... Ik heb hier wel een mooi voorbeeld van dat bij mij, dus bij de begrafenis van mijn broertje, was een vriendin van mij en zij had haar kind van 6 gebracht en ze waren wat eerder. En zij zaten al en achter, daar zaten familieleden, whatever, van mij vriendinnen. En die vriendin van mij die was aan het kind aan het eind. Ze vroeg van waarom is Julio eigenlijk dood? En ze vertelde dat hij zelfmoord had gepleegd. En toen daarna, zeg maar later, kwamen de mensen naar me toe van, ik vond het zo heftig, want ze heeft gewoon verteld aan het kind. En ik zei, ik ben hartstikke blij. Yeah. Want daardoor kan ze begrijpen. Want ze begrepen het, ze kon het begrijpen. Yeah. Dus ze heeft helemaal niet heftig gereageerd of wat dan ook. Maar inderdaad, doordat zij het normaliseerde, kon zij het op haar eigen manier verwerken. En ze vroeg dan ook allemaal vraag van, en is het dan zo en zo? En je hebt ook heel veel... mythische verhalen of religieuze verhalen waarin zelfmoord ook voorkomt. Dus zij kon het ook linken aan van, bijvoorbeeld net zoals puntje. En ik weet hoe het met dat kind gaat. Het kind is hartstikke goed en gelukkig. Het is niet dat er nu een of andere trauma is. Maar dat is denk ik inderdaad door het mechanisme van hoe je ermee omgaat. Maar ik vond het grappig dat toen heel veel mensen compleet gechoqueerd waren. Die hoorden dat, die vingen dat toevallig op en die zeiden, dat zeg je toch niet tegen een kind van 6. En dat dacht, weet je wel, zo. Terwijl, ik was heel blij juist eigenlijk. Omdat dit dingetje, een ander voorbeeld eigenlijk ook nog wil geven, is dat er meerdere keren gebeurd is dat ik op straat liep en ik iemand tegenkwam die ik kende en dat diegene wegrende. Omdat diegene dus zo, wat ik denk wat er gebeurde, zo gewoon, die keek me echt helemaal in paniek aan. En ging gewoon toen weg. En dat was dan net 2 maanden nadat het was gebeurd of zo. En dat diegene later aan toe is gekomen van, sorry, maar ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En toen dacht ik, dat is dus wat er mis is in deze fucking society. Ik heb dat ook. Ja? Ja, ik heb het ook. En soms merk ik het gewoon in een soort twitch die mensen hebben als ik ze tegenkom, dat ik gewoon ze ziet. Weet je wel, als je iemand ziet twitchen, dat ze even niet weten. Ja, hoe ze moeten. Ja, en dan denk ik. Ik heb er vanaf het begin af aan besloten om het zeg maar heel publiek te doen. Dus dat ik ook dacht van, ik ga dit op Instagram zetten. Ik had het eigenlijk van tevoren ook al helemaal bedacht welke foto. En dus ik dacht, ik weet ook niet precies waarom ik dat zo voelde, maar ik dacht, ik wil ook als een soort spiegel naar mezelf, dat ik dit gewoon publiek doen. Gewoon laten zien, ook van mijn zusje is doodgegaan, ook waaraan ze is doodgegaan. Ze is doodgegaan aan een eetstoornis. En bijvoorbeeld op Facebook had ik echt gewoon meer dan 500 reacties, als het niet meer is. En toch ook heel veel mensen die niet reageren, weet je wel. Ik bedoel, waar je ook van afvraagt van waarom reageer je eigenlijk niet? En niet dat ik daar verder een mening over heb, maar ik denk gewoon dat het vaak 2 kanten op kan gaan. Of je overwint het gewoon in het moment en je gaat het aan en je bent empathisch. Of je rent gewoon weg. En dat wegrennen, Ik heb nu ook alweer aan de andere kant van de medaille gestaan, want er was iemand bij Worm, wiens moeder was overleden. En toen merkte ik ook weer hoe moeilijk ik het vond om mezelf ertoe te zetten om een berichtje te sturen. Ja, want wat zeg je dan? Wat zeg je dan, ja. Wat is dan betekenisvol, precies. Wat ik net zei, gecontroleerd, wat betekende dat precies? Nee, maar zegt niks. Het kostte me misschien wel even een kwartiertje om op de juiste tekst te komen, maar ik ben wel heel blij dat ik het gedaan heb. Daardoor heb ik ook meer begrip nu voor de mensen die het moeilijk vinden om iets te schrijven. En ook heb ik gewoon ik heb een hartje teruggekregen als reactie. En het is echt niet zo dat ik hem heel goed ken, maar ik kan me toch voorstellen dat het hem echt heeft gesteund. Ik heb gewoon uitgesproken wat ik hem toewens op dit moment. En dat is dat hij omringd wordt door liefde en dat hij ruimte heeft om zijn proces door te maken.
Ja. Ja. Ik denk dat het eigenlijk terugkoppelt ook naar jouw initiële reactie op je uitnodiging op het hospice. Is dat mensen inderdaad ook, en wat jij nu vertelt, misschien in eerste instantie reageren van ja, maar wat dan? Terwijl nee, je hoeft er gewoon alleen maar eventjes te zijn. Dus ja, een blijk van, het gaat geen eens echt om de woorden, maar gewoon een blijk van notion, een blijk van aandacht, een blijk van hey, ik zie je, ik heb je gezien, ik weet waar je doorheen gaat. Mm-hmm. Dat. Mm. Gewoon dat. Ja. Het hoeft echt. Want dat, ik denk dat door die druk inderdaad, het maakt alsof je ineens, oh ja, maar nu moet ik ineens iets heel moois schrijven. Of I have to say something very profound. Maar nee, want gewoon al, daarom vond ik het wel mooi wat je moeder zei. Want dat geloof ik ook. Je hoeft alleen maar te zijn. Ja. Ik was met vriendinnen vroeg van, ja, wat kunnen we doen? Ja, weet je, kon ik het ook niet bedenken. Maar nee, het enige wat ik wilde was, nee, alsjeblieft, ben er gewoon eventjes. En dan is het fine. Je hoeft geen eens iets tegen me te zeggen. Ja. Dat maakt het weer normaal, dat er mensen zijn om je heen. Want van wat jullie beschrijven, ja, maar dat zijn is mensen dus dan ook weer verdwenen opeens. En als mensen er zijn. Maar je kan ook niks zeggen om het beter of makkelijker te maken. Het enige wat het makkelijker of beter kan maken is de tijd. Mm-hmm. Dus ja, en dat, sorry, meteen om daarop in te haken, maar dat is misschien meer een persoonlijk iets. Ik vond het ook inderdaad lastig als mensen het goed wilden of het mooi wilden praten. Mm-hmm. Ik dacht, nee, hou je fucking back, het is gewoon kut. Yeah. Je hoeft niks te zeggen. Echt, je hoeft niks te zeggen. Ja. Maar dat is een beetje, misschien weer iets meer doorgetrokken en mijn persoonlijk iets, maar... Nee, maar gisteren heb ik met iemand gepraat online die net haar relatie is uitgegaan. Mm-hmm. En daar heb ik ook in die zin die les wel geleerd. En heb ik ook tegen haar gezegd, het is nu gewoon kloten. Er is niks wat ik kan gaan zeggen wat nu jou gaat verlichten. Behalve dat ik je zeg dat ik met mijn hart bij je ben en dat ik weet dat je sterk genoeg bent om hier doorheen te komen. Weet je dat ik zelfs denk dat dat eigenlijk ook nog veel meer nodig is dan te zeggen van, oh ja, maar je bent, weet ik veel, het komt goed, hij is mooi, jij bent mooi, of weet ik veel, whatever. Omdat je dan in mijn hoofd, ja sorry, ik ben wel een beetje soort van geradicaliseerd op een bepaalde manier. Ik ben hier al een tijdje mee bezig. Gerauw radicaliseerd. Ja. Ik heb misschien een beetje, ik merk dat ik mezelf ergens wel tegenhoud, omdat ik merk dat ik een sterke opinie heb. Maar dat ik eigenlijk vind dat je een zachte heelmeester dan bent in een bepaalde manier. Dat je het is gewoon kut. Klaar. En je moet juist de ruimte durven en kunnen geven dat die persoon dus daar doorheen kan gaan. Want anders wordt het toegedopt en dan is het alleen maar uitstel van executie om daar doorheen te komen. Diegene moet daar doorheen, punt, klaar, that's it. Hoe kut het ook is. Ja, dat zeggen deskundigen ook over rouw met kinderen, dat je moet vermijden om in metaforen te gaan praten van opa is nu een sterretje aan de hemel. Of, ja. Maar gewoon eerlijk uitleggen van als je dood bent, dan ben je er niet meer. God. Dan doe je het niet meer. Dan, ja, maar dit is ook zo fucking irritant. Dat net zoals dat ouders zo gaan praten. Nee, ze kunnen je gewoon verstaan. Je kan gewoon normaal tegen een kind praten. En ook dus, je hoeft niet in een soort van Jippie-Janneke taal. Of met metaforen inderdaad van, oh nou bijtjes, weet je wel, als je over seks praat of wat dan ook. Maar dat je het gewoon eerlijk en helder en duidelijk kan vertellen. Ja, ik wil ook reageren op wat je net zei. Ik ben het helemaal eens met je in wat jullie allemaal zeggen van, ja, maar het moet gewoon genormaliseerd worden. En dat vind ik, zeg maar, met mijn hersenen. Maar toch merk ik, zeg maar, toen ik binnenkwam, dacht ik van, ja, als jij er niet over begint, ik weet niet of jij het erover wil hebben. Dus ik zeg voorlopig niks en ik kijk even hoe jij erin zit. Dus met mijn maar dat kan je hoofd vragen. Begrijp ik het dan wel, maar als ik naar mijn gedrag van net kijk, denk ik van ja, maar uiteindelijk ben ik juist die persoon geweest die soort van het onderwerp vermeed. Mm-hmm. Dus, maar wat ik vind, vertaalt niet naar wat ik heb gedaan. Maar dat is ook het mooie wat we hier aan het doen zijn, toch? Aan het leren over. Dus, ja. Ik kan ook zeggen dat ik door dit gesprek al waarschijnlijk weer andere dingen ga denken en doen dan hiervoor. Dus dat,
En misschien dus, even terug naar de luisteraar. Ja. Zijn jullie er nog? Ja. Hoi. Ja, ik hoop eigenlijk dat mensen die hier naar luisteren iets aan hebben. Ik vind het echt wel wonderlijk hoe we hier met vier mensen vanuit ons eigen perspectief toch ja, zo'n soort evenwichtig beeld hebben kunnen creëren over wat rouw kan betekenen en hoe we het vermijden. Dus ja, daar ben ik wel dankbaar voor eigenlijk, dat we ook wel even uitspreken. En behalve dat dus Momento Mori, gedenkt te sterven, is natuurlijk ook Carpe Diem. Ofwel YOLO. Geluk het leven, dat is wel mooi. Want om eventjes terug te komen bij mijn zusje, zij is hier niet meer. Maar als er één ding is waar zij zich altijd probeerde aan op te halen, dan was het die uitspraak van pluk de dag. Mm. Dus ja, ik sta eigenlijk voor dat we dat gaan doen. Nee. Gaan beginnen met een waterproeverij. dat zal de honger zeker zijn. Maar, lekker naar de eetstoornis. Ja. Ja, nee hoor. Die grappen mogen gemaakt worden. Ik zeg altijd, mijn zusje was altijd de elephant in the room. Tussen mij en mijn familie. Dat is een goeie. Ja. Dat is echt een goeie. Dus, ja, het mag allemaal zijn. Ja, zo. Mag ik dat er even als laatste misschien aan toevoegen? Dat echt, jongens, humor juist bij dood maakt verlicht. En ja. De reden waarom ik wist van, oké, dit gaan ik, mijn vader en mijn moeder, want zij dus met z'n vieren gaan overleden, was omdat ik toen echt een fucking harde grap maakte. En we daar heel hard om moesten lachen. Het was echt, weet je, grappig waarvan je echt denkt van, dat iedereen die daarbij zat, die keek mij zeg maar zo aan. Ze van, zeg je dit nu? Dat was de avond dat het was gebeurd. En ik, mijn vader en moeder moesten gewoon heel hard lachen. En toen wist ik, oké, we can survive this. Maar ja. dat wil ik eigenlijk wel meegeven. Want dat zie ik jou ook wel doen. En dat is denk ik echt een kracht in alles eigenlijk. Hoe humor letterlijk verlicht. Want je maakt je ook een mens weer. Want als je weer die humor of dat geluk... Ja, geluk is niet een goed woord ervoor. Maar die gevoelens onderdrukt, dan zit je weer scheef. En alles zit wat rauwer, denk ik, als je een trauma doormaakt. Dus die humor, denk ik, dat het juist gezond is. Ja, het laat je ademen. Het geeft lucht. Ja. Oké. Water. Grapje. is echt letterlijk de laatste zin van het plan dat ik heb geschreven voor deze documentaire. Oh. Dat wat jij zegt over humor, zeg maar. Dat was, ik had een artikel gevonden dat iemand klaagde over het gebrek aan humor in opvoeding over rouw aan kinderen. Yeah. Dat echt precies het voorbeeld wat jij eigenlijk noemt nu eigenlijk. Zeg maar. Oh, dat het soms cool. Gewoon zo nodig is om gewoon heel even een duistere grap te maken. En ja, dat is ook het uitgangspunt van mijn cool. Animatie is in ieder geval. Nou, dat ligt helemaal aan mijn hart. Ja, ik ben super benieuwd. Dat is fijn, ja. Nou, mensen bij de VPRO, als jullie deze podcast horen, we willen graag de serie ook gaan zien. Dus stay tuned. En eventjes voor het idee, we gaan nu dus we gaan eten. En we gaan ook nog andere creatieve dingen doen hier vanavond. En daar zullen jullie niet bij zijn. Misschien gaan we wat filmen of zo. Maar ja, soms mis je dingen. Ja. Maar ja, dat is ook een verlies. Ja, als je dood bent, dan ben je er ook niet meer bij. Ja. Maar ik denk ook altijd van, je kan bang zijn voor de dood. Maar voordat je geboren was je eigenlijk ook dood. En toen heb je eigenlijk ook niks gemist. Wow, yo, heb jij nu net FOMO opgelost? Oh, ja. Yes, I love it. Okay. Now, peace out.